Onder grote belangstelling van pers en bekende Vlamingen vond op zondag 17 december de galapremière plaats van The Little Mermaid in Flanders Expo te Gent. De Disney musical wordt voor de eerste keer in Vlaanderen gebracht door entertainmentbedrijf Marmalade en loopt nog tot en met 7 januari in Flanders Expo te Gent. Voor hoofdrolspeelster Iante Tavernier was het een heel drukke periode, want zij combineerde de repetities voor The Little Mermaid met steracteur, sterartiest. De ontlading na de première was dan ook groot. Iante Tavernier, als zeemermin, hoe was het nu? Ja, de max, hè. Ik bedoel, wie droomt hier nu niet van? En het applaus was heel fijn en dat komt dan echt binnen, dus dat is echt... Ik stond daar echt zonder woorden op het podium, echt waar. Wat vond je zelf het mooiste moment van de show? Het mooiste moment? Wow, er zitten heel veel mooie momenten in. Ik denk het moment met mijn papa aan het einde is een heel mooi moment. Ik denk het moment dat ik eigenlijk echt op slag verliefd word op de prins is ook een heel mooi moment. Maar er zijn zoveel mooie momenten. Ik kan er zelfs geen kiezen. En het vliegen in de lucht? Heftig. Leuk, maar heftig. Ja, dat is met zo'n tuigje en zo. En ik moet het dan allemaal onder mijn jurk nog kunnen aankrijgen via quick changes en zo. Maar ja, dat is leuk, hè, om boven die mensen te mogen vliegen. Dat is de max. Hè. Nooit gedacht om dat je wel eens een keer zou kunnen vallen? Ik heb wel, ik heb hoogtevrees. Hè. Dus dat heeft, toen ik de eerste keer naar boven ging, heb ik daar heel erg aan moeten wennen. Maar bij mij helpt het heel erg om niet naar beneden te kijken. Dus ik blijf, maar dat is ook wat Ariel doet. Hè. Ze zwemt naar boven. Hè. Dus ik blijf naar boven kijken. Zeg, jouw collega's van de buurtpolitie die overwegen om jou toe te voegen aan het stuntteam. Aan een stuntteam? Wow! Robin en Tim dan waarschijnlijk. Oh, dat is goed, ik doe wel mee, graag. Je speelt samen met Juan Gerlo. Tina Oldmans heeft de show ook gezien. Ze vond jou fantastisch, niets dan lovende woorden. Doet jou dat wat? Jazeker. Tina is echt mijn maatje geworden in steracteur. Wij komen zo goed overeen met elkaar. En om dan naast Juan te staan, dat is... Ja, dat klikt gewoon allemaal. En het is allemaal dik oké. En dat is heel fijn eigenlijk.